Aan de Botromankiweg op Livorno heeft op woensdag 12 november de onthulling van het naambord voor de Suriname National Training Authority plaatsgevonden. De bouwwerkzaamheden zijn reeds opgestart. U hoort onder meer Roy Adema en Marie Levens, beide van de werkgroep SNTA. Suriname Nationale Trainingsautoriteit, maar we zijn in CARICOM, dus Suriname National Training Authority. Eigenlijk moeten we spreken over trainingen, want het is geen academisch onderwijsinstituut. Het is een instituut dat de kwaliteit gaat waarborgen van wat in het beroepsonderwijs gebeurt. En het is van enorm groot belang dat we de kwaliteit waarborgen en dezelfde waardering geven aan onze afgestudeerden, zoals die in het buitenland worden gegeven. De bouw duurt in totaal 18 maanden. Ze zijn reeds gestart op 10 september 2019. En uitgerekend kunnen we dan verwachten dat januari 2021 het gebouw wordt opgeleverd. Maar wanneer we het opleveren, moeten we iets goeds opleveren. We moeten die mensen niet een prachtig gebouw geven, maar zo moeten we ook de regels en alles opleveren. Hier komen er geen studenten. Hier komen alleen mensen die getraind zullen worden om na te gaan of de beroepsonderwijsinstellingen zich houden aan de spelregels. Dus je krijgt deskundigen hier, die worden constant getraind in wat zijn de competenties van een timmerman? Wat zijn de competenties van een architect? Wat zijn de competenties? Dus die houden in de gaten dat alle instituten die onderwijs verzorgen in het beroepenveld, dat die zich houden aan de standaarden. Dus hun, eigenlijk zijn ze geen inspecteurs, maar ze zijn wel mensen die naar het veld toe gaan om te zorgen dat de kwaliteit gehandhaafd blijft. Er is plaats voor ongeveer 62 mensen en er zijn trainingszalen voor mensen die getraind worden door de SNTA om voor de SNTA te werken of voor zaken de SNTA rakende. Wil je het land ontwikkelen, heb je skilled workers nodig. En dat heb je nodig binnen alle beroepen. Op alle niveaus. Skilled workers, dat wil zeggen competente krachten. Ze beschikken niet alleen over kennis, maar ze beschikken ook over de nodige competenties om het werk te verrichten, adequaat te verrichten, kwaliteit te leveren en de attitude die erbij hoort. Nog voordat de overheid het ISO-normeringsproces ter hand nam, waarbij men bedrijven sponsorde om een ISO-proces te gaan volgen via de overheid, hadden wij ons ISO-proces al achter de rug. En dat hadden we allemaal zelf bekostigd. Hetzelfde geldt ook voor onze veiligheidsnormen, etc. Geeft u alleen maar aan dat wij als bedrijf ons klaargemaakt hebben voor de toekomst. En dat nu de toekomst er is, wij er ook zijn. Heel veel succes en mag de Heer zijn zegen leggen op dit werk, tot opbouw en ontwikkeling van ons Suriname, want daar gaat het om. Bedankt.